In de raadsvergadering van 21 december, jongstleden, heeft de fractie van de ChristenUnie SGP aangegeven niet langer deel uit te maken van de coalitie. Ik vertel u geen nieuws. Ik heb die avond aangegeven me op mijn positie als wethouder te beraden. Omdat Leijmen een van de door de heer Hoogveen toen genoemde opties voor de verkenning was, daarom niet meer en niet minder. Ook heb ik gezegd dat ik achter mijn fractie sta. Dat is vanzelfsprekend nog steeds het geval. Uit het verslag van de heer Hoogveen blijkt dat de stap uit de coalitie voor de ChristenUnie definitief is. Leijmen is dus geen optie. Daarmee is het politieke mandaat voor mij als wethouder ook vervallen. Dat betekent dat ik u als raad een brief ga schrijven waarin ik mijn ontslag aanbied. Want zo moet ik dat doen. U kunt daar in uw vergadering van de 26e januari, dus volgende week, kunt u daar kennis van nemen. Concreet betekent dat, vanaf nu zal ik geen openbare activiteiten meer voor de gemeente Woerden verrichten. En ik zal na deze vergadering dus ook niet meer bij de commissie ruimte aanwezig zijn. Wel zorg ik uiteraard voor een zorgvuldige afwikkeling en voor een overdracht van mijn portefeuille. Ja, voorzitter, nu dit moment gekomen is, wil ik u als gemeenteraad van Woerden graag bijzonder hartelijk dank zeggen voor het in mij gestelde vertrouwen. En over uw hoofden wil ik ook graag al die fijne mensen in de Woerdense samenleving die ik mocht leren kennen, heel hartelijk bedanken voor de samenwerking. Het waren oprecht twee fantastische jaren. Ik zal op een ander moment nog wel nader ingaan op de dingen die ik voor deze mooie gemeente mocht doen. U gaat vanavond een belangrijk besluit nemen over hoe de gemeente Woerden gedurende de rest van deze raadsperiode bestuurd moet worden. Ik wens u daarbij alle wijsheid toe. En die wijsheid die de Engelse prime minister Theresa May deze week eerder vrij vertaald zo onder woorden bracht. Laten we het besluit van vandaag niet voor onszelf nemen, maar voor de mensen waar wij ons werk voor moeten doen. Voor de toekomst van onze burgers en ondernemers. Zodat als we over anderhalf jaar terugkijken naar dit moment, ik vertaal het even vrij naar woorden natuurlijk, zij ons niet alleen beoordelen op het besluit dat we nu maken, maar juist ook op wat wij gaan maken van dat besluit. Ik dank u wel.